Vandaag ga ik een kamerplant tekenen. Ik heb deze uitgekozen omdat die klein en mooi is en dan kan je hem gemakkelijk tekenen. We beginnen bij de onderkant, het potje. Maak een beetje strakke lijnen. Het hoeft niet per se precies te zijn. Het potje is klaar. Nu moeten we het nog inkleuren. Waterverf. Je moet veel water gebruiken om het goed te kunnen doen. Nu ga ik de cactus tekenen. Net zoals ik met het potje heb gedaan. Dat is 1. Dan met me mee. 3, 4 en 5. Nu moet je goed gaan opletten op de bloemetjes. Op de eerste zit geen bloemetje, maar op de tweede wel. De derde en vierde en vijfde ook. Ik ga nu stekels maken. Met potlood geef je aan waar je de stekels gaat maken. Hier zo eentje, hier zo eentje, hier zo eentje, hier zo eentje, hier zo eentje. Hier zo was er een, hier zo, hier zo, hier zo en hier zo. Hier zo. Ik vind deze cactus heel erg lijken op mijn tekening.